Welkom bij iCademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Hou je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Voor het spelen van een voetbalwedstrijd heb je een paar dingen nodig. Als eerste een veld dat groot genoeg is om op te spelen. De minimale afmetingen van het voetbalveld zijn 90 bij 45 meter. De maximale afmetingen van het veld zijn 120 bij 90 meter. Vaak worden de kleine velden gemaakt door de helft van een groot veld te nemen en daarop van zijlijn naar zijlijn van het grote veld te spelen. De ideale afmetingen van een veld zijn volgens een internationale voetbalorganisatie 105 bij 68 meter. In de tweede plaats zijn er de doelen. Ook deze kunnen verschillende afmetingen hebben, afgestemd op de grootte van het veld. De doelen op een veld met minimale afmetingen zijn natuurlijk kleiner. De maximale grootte van een doel is 2 meter 44 hoog en 7 meter 32 breed. De doelpalen en de lat moeten wit van kleur zijn. Ten slotte is op een voetbalveld een viertal vlaggenstokken vereist. Deze moeten minimaal anderhalve meter lang zijn. Op het scherm is de vlaggenstok te zien als een rood gekleurde cirkel. De vlaggenstokken bevinden zich in de vier hoeken van het veld. Ze zijn nodig om te kunnen zien wanneer de bal, zoals het heet, over de zijlijn of over de doellijn is gegaan. Rond elke vlaggenstok is binnen de lijnen van het voetbalveld een kwart cirkel met een straal van 1 meter gemarkeerd. Bij het zien van een overtreding fluit de scheidsrechter af en wijst hij naar de plek waar de overtreding is gemaakt en wijst met zijn hand naar de helft van de partij die de overtreding heeft begaan. Bij een overtreding die de scheidsrechter niet heeft gezien, doet de assistent scheidsrechter zijn vlag omhoog. Als er wordt afgefloten, geeft de assistent scheidsrechter met zijn vlag aan wat voor overtreding er werd gemaakt en waar deze overtreding plaatsvond. Bij buitenspel wordt de vlag ook omhoog gedaan door de assistent scheidsrechter, omdat de scheidsrechter dit zelf meestal niet goed kan zien. Bij een handsbal wordt de vlag omhoog gedaan en daarna wordt er met de vlag tussen beide handen gewezen door de assistent scheidsrechter. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl